school zorgt er ook voor dat je gewoon jezelf echt ontwikkelt. En het zorgt ervoor dat je heel veel begeleiding krijgt. Ook na school met bijvoorbeeld plannen. En dat het niet alleen maar om school draait, maar ook gewoon dat ze je echt klaarstomen voor de grote wereld. Wat echt een kernwaarde is op deze school ook, is hoe je echt van kennis naar het echte leven gaat. Dus je wordt hier natuurlijk volgepompt met alle informatie. Leerlingen moeten bij zichzelf te raden gaan. Waar gaat het nou echt over? Dat ze echt voor zichzelf gaan leren denken. En dat is super belangrijk. Ik ben ook met een uitwisselingsproject mee geweest. Dat was het Erasmus-project. Toen zijn we naar Madrid geweest. Dan leer je heel veel mensen kennen van allerlei nationaliteiten. Het is ook heel goed voor je Engels. Het is niet alleen Nederlandse cultuur, maar je hebt andere culturen ervaard. En het maakt je toleranter voor de verschil en de vergelijkenissen van andere culturen. Dat is heel belangrijk in onze geglobaliseerde wereld, toch? Mij lijkt het heel leuk om later iets in het buitenland te doen en dan gewoon niet achter een kantoortje zitten, maar echt met mensen te werken en ook een beetje, ik wil zelf een beetje de onderzoekkant op en dan gewoon in het buitenland, omdat dat heb ik hier geleerd met het Engelse onderwijs. De kinderen krijgen ongeveer 80% van hun lessen in het Engelse taal. En dan krijgen ze ook de kans om naar buitenland te gaan. Ik weet nog heel goed dat ik hier net op school kwam. Ik kwam vanuit Rotterdam, verhuisde ik hierheen. En ik kende gewoon echt niemand. Maar ze zorgen er wel echt voor dat je elkaar wel leert kennen. Wat kan je nog herinneren van de brugklas? Oh, dat was een hele drukke tijd met veel leerlingen, veel verandering. Ik vond het super fijn dat er twee gebouwen waren, want dan kwam je niet gelijk in het diepe. Maar dan kon je eerst nog een beetje inkomen en daarna ging je naar het hoofd, want het hoofd was altijd het enge gebouw. Maar het junior was altijd echt heel erg leuk. Hey, maar Zoe, wat zou jij nou als tip geven aan alle groep 8 leerlingen? Oh ja, die is wel lastig. Ik denk gewoon vol erin gaan, gewoon zonder, natuurlijk. Je bent heel zenuwachtig, dat is logisch. Maar het is allemaal echt niet zo nodig eigenlijk, zo zenuwachtig zijn. Ik bedoel, uiteindelijk valt het allemaal echt wel mee. Wat ik zelf merkte was, ik woonde best ver van deze school. Mm-hmm. En je moet je niet in laten perken door de afstand naar de school toe. Nee, klopt. Maak niet te snel een keuze, maar schrap ook niet te snel dingen. Kijk vooral naar alle verschillende. Je moet ook eigenlijk echt na niet kiezen omdat je vrienden doen dat je het ook maar moet gaan doen. Precies. Maar je maakt toch wel nieuwe vrienden. Precies, kies nou gewoon lekker zelf wat jij leuk vindt. Kies gewoon lekker wat je zelf wil. Precies, ja. Wat is nou jullie tip aan groep 8'ers die naar de brugklas gaan? Gewoon altijd jezelf blijven, waar je het beste past. Ja, jouw gevoel, waar jouw gevoel naar uit, daar moet je heen gaan. Mijn keuze is sowieso ook maar niks op. Doe wat je zelf wilt, niet naar anderen luisteren en over na te halen. Wees jezelf. Wees jezelf, maar ga niet stoer doen, want daar hou je geen vrienden mee. Gewoon je ding doen. Ja, naar jezelf blijven. En echt de school. Incasseren. Voordat je hem hebt, incasseer je. En reageer. En hij wordt zwaar. Goed. Ja. Ja, wat mij vrijwel direct opviel was de diversiteit op deze school. Doordat ze elkaar ontmoeten, focussen ze eigenlijk op niet hoe ze van elkaar verschillen, maar juist wat hen verbindt. En die verbondenheid is prachtig om te zien. Ja, durf gewoon jezelf te zijn, want door jezelf te zijn, open te zijn, kwetsbaar te zijn, kun je leren en kan een ander ook van je leren. Ja, het zal je verbazen hoe erg je dan zelf een inspiratiebron gaat vormen voor anderen. Natuurlijk is het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs hier op school. Bijvoorbeeld bij de driehoeksgesprekken, waar ouders aanschuiven eigenlijk met de leerling bij het bespreken, samen met de mentor. Maar ook bijvoorbeeld, vind ik zelf een heel leuk voorbeeld, waarin wij wiskunde voor ouders aanbieden, voor de brugklasleerlingen. Zodat zij thuis ook hun eigen kind kunnen helpen bij het maken van het huiswerk. We bedienen zo de ouders. En dat doen we al een aantal jaren. Het is hartstikke leuk en het werkt gewoon. We zien dat leerlingen goed doen in de les en dat ouders ook echt meer betrokken zijn bij het onderwijs op school. Ik voel me gewoon door thuis en door school gewoon wel echt begrepen. En mentoren gaan echt
met je in gesprek en echt vragen ja, gewoon hoe het gaat. Er zijn een aantal onderwijsstromen, de MAVO, de HAVO, het VWO. En het VWO hebben een aantal smaken, hè? Het ateneum, het gymnasium en het tweetalig VWO. En de laatste 2 jaar bieden wij ook tweetalig HAVO aan. Ja, we hebben een heel breed aanbod, dus je kunt bij ons voor alles terecht. Wij zijn Marnix.